Ja. Wie is een goede coach? Ja, Robert Heino natuurlijk. 8 minuten. Ik zou even. Had ik toch echt dat moeten zeggen? Ja, 8 minuten lang. Ik weet nog wel wat grappig, dat we hadden nog een wedstrijd gespeeld op de Olympische Spelen. En voor de Olympische Spelen in China kende niemand mij, laat eerlijk zijn, en was ik gewoon een onbekende coach. En toen kwam ik, Olympische dorp, dan sla ik met z'n tweeën op mijn kamer en ik met mijn maatje en teammanager Arno Haarnga. En die komt op een gegeven moment s'avonds binnen en ik zeg, joh, ben je laat? Ja, ik heb een biertje gedronken met Robert Engel. Oh ja, gezellig, ja, dat is die honkbalcoach. Ja, ja, ik ken hem. Ik zeg, ook een Rotterdammer, hè, dat is ik. En hij zegt, ja, er was nog wel positief over je. Ik zeg, positief over mij? Ik zeg, we hebben nog een wedstrijd gespeeld. Hij zegt, ja, dat is het toch het gekke met die coaches. Hij zegt, echt waar, we hebben nog een wedstrijd gespeeld. Hij zegt, volgens mij is die Van Gaal wel een goede coach, had hij tegen mijn teammanager gezegd. Ik zeg, maar waarom heeft hij dat gezegd dan? Nou, hij vond dat je goed uit je ogen keek. waarom niet? Dus op basis van intuïtie, omdat je goed uit je ogen kijkt, ben je een goede coach. Dat kan ook zo zijn. Zo gek van het lopen. Ik, beste mensen, ik kan u vanavond van alles vertellen. En als je coaches de kans geeft, nou, dat zag je aan Thijs en dat zag je ook aan Robert, die hebben dan moeite om dat toch in 10 minuten te proppen. En dat zal ik ook ongetwijfeld hebben. Als je mij de kans geeft, sta ik over 2 uur nog gelukkig. En dat moeten we maar niet doen. Dus ik had met Jan nog even een samenspraak gehad. Ik zei, joh, misschien is het leuk om toch een filmpje te laten zien. Want ja, als we nou 3 coaches hebben die 3 keer toch vertellen wat zij dan goede coaching vinden, vervang je misschien een klein beetje in herhaling. En dat zou jammer zijn. Na de pauze kunnen we natuurlijk nog genoeg met elkaar discussiëren. Dus ik wil u toch wel, en daar ben ik ook wel heel trots op, even meenemen met een filmpje van wellicht maar 4 minuten. Maar dat zegt even weer alles over de Olympische Spelen en het waterpolo-toernooi wat we daar met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En daar zit ook die angstaanjagende Casanova in. Het is een fantastisch mens overigens, hoor, die Casanova. Want het is de enige Italiaanse, de enige echt waar, die mij na afloop en mij kan feliciteren met de overwinning. En iedereen die ons verder straal voorbij, behalve Casanova. Dus we kunnen ervan zeggen wat we willen, maar het is een fantastische speelster. En het is daarnaast ook nog een fantastisch mens. Dus wat dat betreft heel veel respect voor haar. Alleen ze is inderdaad een beetje, ja, kolossaal. Ja, dat is wel zo. Ja. Wat verder is wel heel leuk is om te vertellen, daarnet Henk overdrijft dan altijd een beetje met 4 miljoen mensen, maar het is toch wel trots om te vermelden dat op 21 augustus 2008, de dag van de Olympische finale, dat de dag dat we eigenlijk de onverslaanbaar geachte Amerikanen die 2 jaar lang alles hadden gewonnen, toch versloegen. Toen zaten er 3 miljoen mensen te kijken. 3 miljoen voor een kleine sport als waterpolo, dat is ongekend. Dat zijn echt kijkcijfers waar de toppers jaloers op zijn. En dat kan ik niet wel vertellen. En ze hebben ook wel eens uitgerekend, want het was een donderdagmiddag om 2 uur 's middags. Kijk, de leraren onder ons waren natuurlijk vrij, hè? Die zijn erbij vrij, dus ja. Dit, zo werkt het ook, hè? Ik begrijp namelijk maar waarom Fred 40 jaar in het onderwijs zit. Als je 7 vrije dagen per jaar hebt, dan gaat het de goede kant op. Maar ik heb zelf ook 4 jaar per klas staan, Fred, weet je. Maar goed, weet je. Dus 3 miljoen mensen, en je hebt dan van die bureautjes die dan uitzoeken over kijkcijfers en zo, dat er op dat moment van die 3 miljoen mensen hadden er 2 miljoen mensen moeten werken. En, nou, laten we daar een gemiddeld euro nemen van 30 euro, dus 30 euro maar 2 miljoen, dus 60 miljoen euro, dat zou er een puntje voorbij. Dan zeg ik natuurlijk als sportcoach van, dat is al lang breed terugverdiend, want ja, die mensen zijn zo geïnspireerd geraakt, hè, dat geld is al lang terugverdiend, maar ja, toeval of niet, ik hoop niet dat ik het om me geweten heb, maar 4 weken later start de financiële crisis, dus ja. Ik hoop niet dat het met elkaar te maken heeft, laten we het ophouden dat het toeval is. Geniet nog even met me mee, het is een fantastische beeld, ik heb het nou 100 keer gezien, maar elke keer is het toch echt kippenvel. En we hebben het vanavond heel veel succes. En het volgende filmpje wordt in de kwartfinales is Italië de tegenstander. Er moet met een groot probleem worden afgerekend, de mid-voor, Elisa. Nederland neemt in het 4e kwart de leiding 8-6, maar door onder meer een goal van Casanova komt Italië terug tot 8-8. Er volgen strafworpen met een handrol van liefde Ilse van der Meijden die 1 strafworp stopt. Jasmin Smit benut de laatste strafworp en Italië ligt eruit. Dit is echt zo. Zeg je wel. Wat is de verklaring van deze sensatie? Ik had er van tevoren echt heel veel vertrouwen in.
Weet je, we hadden het in de wedstrijd moeten beslissen. We waren echt beter. Waar eindigt dit? Als we deze pot kunnen winnen van de Olympisch kampioen, kan je ook van iedereen winnen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, maar hier mag het niet stoppen. De laatste mogelijkheid en nog 10 seconden. En Nederland houdt zijn ver weg van de goal. En het schot in de redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u op de rug? Ja! Goud voor Oranje. Dit is zo geweldig. Ik kan er nog steeds een beetje van. Ja, dat was het toch. Wat voor een plaatje. Ja, en weet je, als je dan na zo'n toernooi Olympisch goud in ontvangst mag nemen. En ja, dan sta je daar. En dan als geboren getogen Rotterdam mag je ook nog een Ajax-zieter. Dus je hebt er geld in het water in gooien. Ja, dat zijn al hele bijzondere momenten. En, weet je, in deze presentatie zitten nog allerlei filmpjes en foto's en ik kan er heel de avond mee vermaken, maar laat ik het nou maar niet doen. We hebben denk ik genoeg gepraat over goede coaching. Ik kijk er naar uit om na de pauze te discussiëren met u van wat u dan vindt van goede coaching en goed trainerschap. Waar ik afsluit met Tom Boot. Ik sprak hem een paar maanden geleden. Die zei van, joh Robin, volgens mij onderscheiden topcoaches zich van normale of gemiddelde coaches door gewoon twee dingen uitzonderlijk goed te doen. Ten eerste, je hebt gewoon ontzettend veel verstand van je vak. Dus je kan al je vragen beantwoorden van die spelers aan je vragen op technisch gebied of tactisch gebied, mentaal of fysiek vlak, nou noem het allemaal op. Alles, alle ins en outs van je sport ken je. Maar daarnaast, en dat is minstens zo belangrijk, ja, moet je gewoon goed met mensen kunnen omgaan. En moet je uiteindelijk weten wat mensen verbindt en wat mensen motiveert, wat mensen in beweging brengt en wat mensen met elkaar samensmelt. En dat is denk ik net zo belangrijk. En ik durf wel met gepaste trots te zeggen, ook al was ik een relatief anonieme leerling hier aan de Tapestraat en een klein beetje op de Mecklenburglaan aan de Brandweg. Het Libanon heeft zeker daar een bijdrage gehad in mijn ontwikkeling als mens en mijn ontwikkeling als coach. En daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. Bedankt. Thank you.